Dag iedereen en welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Stijn en uh, we gaan nu oefening 5 maken op vermogen. Oefening 5: Hoe lang kan een 1,5 volt batterij een stroom van 250 mA leveren indien de ampère uurwaarde 16 ampère uur is? Dus we hebben een 1,5 volt batterij, maar dat die 1,5 volt heeft is eigenlijk niet belangrijk. Wat belangrijker is, is de stroom die dat we uit de batterij willen trekken. Namelijk. 250 milliampère of 0,25 ampère. De hoeveelheid lading die opgeslagen is in die batterij is 16 ampère uur. En het gevraagde is ja, hoe lang kunnen we een stroom van 0,25 ampère trekken uit een batterij van 16 ampère uur. Dus gevraagd is onze tijd. En zie je ook, als wij nu de formule opstellen voor hoeveelheid lading. Dan zie je q is gelijk aan onze stroom maal de tijd. Dan zie je ook dat spanning helemaal niet in die formule voorkomt. Indien we, dat nu, dat we nu de tijd willen berekenen, zetten we snel even deze formule om. Naar t is gelijk aan q deel door i. En voor onze oplossing hoeven we dan gewoon hier onze waarde nog enkel in deze vorm van de formule in te vullen. We krijgen dan t is q deel i is gelijk aan 16 ampère uur gedeeld door 0,25 ampère en dat is dan gelijk aan 64 uur. We kunnen dus 64 uur lang een stroom van 250 mA trekken uit een batterij waarin een hoeveelheid lading is opgeslagen van 16A/uur.